Welkom mensen op deze mooie zondagmiddag bij een nieuwe Road to BPL, de 1 na laatste. Waarschijnlijk gaan we deze week dus gewoon afronden, deze serie, en dat is best wel wat. Maar dit is het team zoals jullie het nu zien: paar lekkere informs. Het team moet nog wat veranderen. Dit was de top comment, Er was een andere comment met 5 meer likes, maar die had Inform Worldbaker in staan. En dat kan natuurlijk niet, want die heb ik al gebruikt. En zo werkt dat in deze serie dus. Dit is het team zoals het nu is. Dit is dus de comment. Daardoor gaan we nu het team van dit naar dit maken. En zo zie je het team best wel lekker uit: een paar team seasons erin. Full in form vind ik toch altijd schakker jongens. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Gewoon überhaupt al qua uitstraling. Maar dit is het team. Ik ga de wedstrijd spelen. Hopelijk genoeg upgrades pakken. En dan de serie volgende aflevering afronden. Ik kom tegen de eerste tegenstander. Star Boys heet het team. De 4-2-3-1 formatie zoals die oorspronkelijk is. Nou, ik zie bijna niemand dit gebruiken. En ik ging dus ook vanuit dat die een best wel degelijke spelers zou zijn. Redelijk de dachten is namelijk vrij simpel. De meeste mensen die niet echt een standaard formatie gebruiken. Die zijn vaak vrij goed en die gaan uit van hun eigen kunnen meeste mensen gebruiken vaak, en ik geef ze geen ongelijk, want ik gebruik die formaties ook wel eens, de 433 derde variant, de 41212, weet je wel, de formatie waarvan je weet dat ze goed zullen werken. Maar heel veel mensen die bijvoorbeeld de 4-1-2-2 gebruiken, met centermits bijvoorbeeld, of de 4-2-3-1, die gaan uit van hun eigen kunnen. Die kiezen spelers die bij hun speelstijl passen en gewoon weten wat het voor hen zal werken. En dat was ook erg goed. Hij was ook best wel goed. Ik had hier wel meer verwacht van teams in de G. Ik had verwacht dat hij goed uit zou komen, en gewoon die bal zou pakken. Leek me geen probleem, maar dat was het echter wel. En daardoor kwam hij 1-0 voor. Verdiend. maar natuurlijk heeft mijn team. Bergen aan kwaliteit op dit moment. Echt belachelijk veel. En ik weet dat er mensen bijvoorbeeld waren die vragen... Wat ga je bijvoorbeeld met je grote PPL-account doen? Wat ga je doen met dat account waar je nog 2.8 mil op had? Dit account heb ik gekocht... Uh, er tijd, toen met Team of Season. Net voordat de price ranges kwamen. Was dat, geloof ik. En uh, dat heeft me dus geld gekost. En dat ga ik niet weggeven. En datzelfde geld voor het account waarop je die, waar die pack opening deed. Dus. Sorry als mensen daar hoop op hadden. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar hier is een geweldige combinatie. aan de linkerkant. Ik heb die kop al... Het staat tot 2 op dit moment. En ik had er meer van verwacht. Maar deze man was zoals ik zei, best wel goed. Weet Hij speelde niet al te snel. Wat goed kan zijn omdat je gewoon even de rust houdt. Weet je. je kan wachten op loopacties. En je kan zorgen dat je die goede paas geeft op het juiste moment. En hier zo gaat hij goed door. Ik had misschien beter in kunnen stappen met de verdediger waarmee ik inkwam. Maar hey, het is niet anders. En dan komt hij op 2-2. Dan is hij hier zo door in de 110e minuut. En hij scoort. Niet, die had hij moeten maken, dan had hij was het sowieso gewonnen en dan worden het penalties. En op penalties ben ik vrij zelfverzekerd. Met een goede reden naar mijn mening, want ik verlies niet vaak op penalties. Toen geef ik scores niet allemaal en ik stop ze ook niet allemaal. Maar om de een of andere reden kom ik uiteindelijk wel als winnaar uit de bus wanneer het daarop aankomt. Tot nu toe, we scoorden allebei lekker onze penalties, weet je, gaat gewoon rustig. En ik weet gewoon met penalties onderhand, ik heb een beetje moeten oefenen dit jaar. Ik was niet het hele jaar goed in penalties. Je moet een beetje en opletten wat zijn patroon is in penalties. En daarnaast gewoon sowieso altijd lang genoeg richting de hoek in houden. Want je hebt heel veel mensen die een beetje tussen de linkerhoek soms en het midden inschieten. Bijvoorbeeld we een beetje tussen de hoek en het centrum gewoon überhaupt in. En dan merk je gewoon dat dat gewoon rottige penalties zijn om te nemen. Maar ik won uiteindelijk met de play Totaal geen emotie. En dan moet je echt dit team, de 4-1-2-1-2. Alleen maar goede spelers eigenlijk. Echt een fantastisch team is dit moet ik zeggen. Ik zou het echt aanraden. Maar... Dit ding was goed. En hij was ook best wel goed. Met tegenstander. Hij is hier de eerste kans ook met Castro. En ik wist gewoon: oké, okay, hij gaat aanvallend spelen. Was wel goed. En ik wist gewoon: uh, ik weet niet of ik die upgrade wil halen in dit potje. Dat was ook een merk in het begin dat hij de betere was. Want hij had goede aanvallen. Long over nagedacht. Ik verdedig dus niet al te sterk hier. Moet ik toegeven. Maar hij nam die bal goed aan. Draaide goed weg. Scoorde die 1-0 met team of season. Aubameyang. Dan kom ik hier door, gelukkig. En Lukaku. Ik weet niet wat het is met hem. Maar dribbelen met hem is een ramp. Echt een ramp. En dat komt vooral door zijn agility en zijn balance. Hij wordt makkelijk van de bal afgehaald. En hij is totaal niet behendig. Waardoor het niet prettig is om met complete dribbling langzaam mannetje te gaan met hem. Ik neuk hier bijna een complete aanval. Gelukkig paas ik hem af. Daardoor tackled zijn keeper Lukaku. Krijg ik een penalty. Kan ik hem nemen met de Guerrero Score ik die penalty. Wordt het 1-1. Dus dan ben ik gewoon helemaal terug in de wedstrijd. Waar het niet op leek, want ik kreeg er nog niet echt veel 100% kans op dit moment. Maar in de tweede helft gaat het al wat beter. Eerlijk zie je me een goede bal breed op Pedro. Ik score niet. Dit is net als die kans eerder met Aguero. Waarvan ik denk, hoe gaat die bal er nou niet in? Ik weet het dan gewoon echt niet. Maar ik kom hier door met Aspire Ik ga erin en ik score. Want de korte hoek ligt gewoon altijd open dit jaar. Het is net niet FIFA 13-achtig, maar het is wel behoorlijk dicht in de buurt. En dat weet gewoon dat je een zekerheid hebt als het op doelpunt aankomt. Maar die heeft hij ook. En die zekerheid heet bij hem Team Mats Season En hij het is die moonwalk en van ik weet, oké, okay, het is iemand die al vrij lang FIFA speelt, want je moet een vrij hoog niveau zijn om die te unlocken in de catalogus. Score ik hier het hakje voor de 3-2. Dit is ook iets wat je met vrije trappen gewoon moet doen. Als hij op de lijn staat en je weet niet of je kan schieten, paas gewoon naar een van de mannetjes in de 16. Druk gewoon op een rondje. Gewoon mik hem naar het doel, druk op een rondje, denk er niet altijd te veel bij na. Het kan je centerback zijn, het kan je rechtsmidden zijn. Het maakt echt geen zak uit met wie het is. Doe het gewoon en je zal merken dat je waarschijnlijk wel scoort. Ik scoren wel eens met mijn CDM, met mijn centerback. En nu dus gewoon met mijn spits. En dat is gewoon dikke prima. Ik moet hier eigenlijk 4-2 maken. Ik weet ook niet hoe ik het weet te verneuken. Maar ik kom hier door met Team of the Gear, Di Maria. En jongens. Wat een speler is dat. Wat een speler is dat. Echt fantastisch. 4-2 voor. Op dit moment niks meer aan de hand. Maar zijn over de top frubbels waren perfect on-point deze match. En hij geeft niet meer aan de Bambiang. Scoort de 4-3. Dikke prima voor hem. En dat betekent dat we dus eigenlijk weer door moeten. Want in totaal mogen we dus 6 upgrades want we hadden gewonnen. En 2 penalties verschil in de eerste game. De tweede game wonnen we met 1 doelpunt verschil. En hadden we de winst natuurlijk. Daarnaast hadden we 1 upgrade vanwege de 1000 likes. En omdat we nog maar één upgrade moeten hebben, al dat duizend plus like gehaald hebben, doe ik er nog één upgrade bij. Dus mensen, jullie kunnen het aan het team zien. Zeven Team Season related spelers of gewoon spelers waarvan jullie denken dat ik ze nog moet upgraden. Dat kan dus op de linksback, goalkeeper Sam en spitspositie naar iedereen zijn. Ik ben benieuwd wie er mee komen. Like de comment die jullie graag willen zien. Ik ben Mark, dankjewel voor het kijken en ik zie jullie later. Ciao.